Deze hele week staat in het teken van de Vrede van Nijmegen-penning. Die prijs wordt vrijdag uitgereikt aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Zaterdag wordt op het Marienburgplein een vluchtelingenboot nagebouwd. Zaterdag gaan we hier op het plein voor Lux gaan we de omtrek van schip meneer Vrijdag van rederij Lampedusa op het plein zetten. En we gaan proberen om 282 mensen bij elkaar te krijgen om die boot op te vullen. Op dat schip zijn in 2013 282 vluchtelingen van Afrika richting Lampedusa gevaren. En het is een absurd klein schip en absurd veel mensen. En we willen daardoor aandacht vragen ook voor de hele vluchtelingencrisis en voor de rechten van de mens. We hebben nodig 282 mensen minimaal, het liefst natuurlijk nog meer. Want we willen heel graag dat Nijmegen zich ook laat zien voor de vrede eigenlijk. Het klinkt misschien groot, maar het is heel belangrijk ook vooral in deze tijd. En het is in het teken van Blinde Vlek, het programma van Lux. Aankomende vrijdag wordt de Vrede van Nijmegen-penning uitgereikt aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En weet je, het lijkt heel vanzelfsprekend dat wij hier in vrede leven met elkaar, maar dat is niet zo. Het kan zomaar voorbij zijn als er vreemde dingen gebeuren in de wereld en die gebeuren. Om 4 uur wil ik heel graag dat zoveel mogelijk mensen hier op het plein staan. Kort programma met Hendrik-Jan Derksen komt iets vertellen over de weg van de vluchteling. Kees de Beer van Mensen Zeggen Dingen, die heeft speciaal een tekst geschreven. We hebben nog een muzikaal programma. Ja, kom voor de